Hallo, we gaan nu het probleem van de zones even recursief gaan oplossen. Dus we trekken nog altijd vanaf 50 en dan hebben we daar twee delen van. Dan moeten we eerst links gaan en dan rechts gaan. Diezelfde redenering passen we op elk stuk toe. Als we dan links 25 hebben, dan moeten we hier eerst het linkerdeel van gaan bekijken en dan het rechterdeel gaan bekijken. En zo voor elk stuk. We hebben hier iets en dan moeten we eerst links gaan en daarna rechts gaan. Oei, die 15 is er dan bij. En zo ook hier, eerst links gaan en daarna rechts gaan. Oei, ik heb ze niet helemaal juist getekend. En ook hier, voor hier eerst links gaan. Oei, dat is deze. En dan rechts gaan. Zo gaat dat maar door. Als je de programmatie ervan bekijkt, ga je zien dat dat vrij eenvoudig is. We roepen hier recursie op. We vertrekken vanaf 50 met als zone 25. We gaan die altijd gaan verdelen in 2. Die zone wordt dus altijd kleiner hier. Hè. Je ziet hier 12 en dat wordt de zone 6. Dat wil zeggen dat we 6 gaan aftrekken en hier 6 gaan bijtellen. Hier wil zeggen dat we 25 gaan, 12 gaan aftrekken van 25 geeft 13. En 25 min 12, plus 12 geeft 37. En hier doen we hetzelfde. Zo gaan we dus altijd eigenlijk een soort boom, beslissingsboom gaan aflopen. Overal moeten we en links gaan en rechts gaan. En nu valt het nog mee, we hebben maar 50, maar we zouden dat eens moeten uitrekenen voor 1000 of zoiets. Het komt erop neer dat we steeds moeten onthouden waar we al geweest zijn en waar we nog niet geweest zijn eigenlijk. En we gaan nu eerst beginnen met links te gaan, dan gaan we terug naar boven. Dan gaan we rechts, dan gaan we hier terug naar boven, dan gaan we daar. Oei. Verkeerd, dan gaan we daar naar boven, hier naar beneden, daar naar beneden, dan daar terug naar boven, hier naar beneden, terug naar boven, hier, dan daar terug naar boven, daar terug naar boven, enzovoort. En hoe doen we dat? Wel, voor recursie moet je altijd zorgen dat u een stopding hebt. Eigenlijk, de stopding is hier vrij simpel, de zone wordt hier 1 en de volgende keer wordt de zone hier 0, dan is het gedaan. Dus we komen binnen bij een bepaald getal en een bepaalde zone. Als de zone gelijk is aan 0, dan laten we het getal gewoon zien. Dan moeten we niks anders doen. Dan moeten we niet meer gaan onderverdelen. Dat is dus de stopconditie. In alle andere gevallen moeten we eerst links gaan. Dus we pakken hier één geval uit, hier zo. We gaan hier naar blauw. We moeten eerst links gaan met een kleinere zone. En dat doen we hier, recursie, met... Welk getal gaan we links gaan aannemen? Als we hier 63 hebben, min zone is 57. Dus het getal min de zone wordt er afgetrokken. En de nieuwe zone hier, die we hier berekenen, is de oude zone gedeeld door 2 en dat afgerond naar beneden. Dat is wat dat blauwe daarvoor gaat zorgen. Als we rechts gaan gaan, hier zo, dit rechterstuk, dat gaan we hier gaan doen. Dus als de zone niet gelijk is aan 0, gaan we zowel links. En daarna gaan we rechts gaan gaan eigenlijk. En dat doen we voor elk van die onderdelen. Dus ook hier hè, gaan we hier eerst links gaan, dan rechts gaan gaan. Je moet dat niet proberen te volgen, dat is bijna niet te doen. Als je dat begint te debuggen en zo, dat is echt bijna niet te doen. Je ziet hier naar de uitvoer die we krijgen. Oh, ik heb er iets speciaals bij aangepast. Namelijk, om de uitvoer leesbaarder te maken, ga ik ook af en toe... bij de tussendingen spaties gaan uitdrukken. Dus we hebben hier spaties, dat zijn eigenlijk mintekens die hier staan, heel lang. We gaan daar een substring van nemen, naar gelang de zone eigenlijk. Een substring gaan nemen van 0 tot de zone en dan gaan we het getal erachter laten zien. Je ziet dat hier, dat we als de zone groot is, dan hebben we meer minnetjes eigenlijk ervoor te staan. Dan weet je ongeveer welk niveau dat we eigenlijk zitten. Dus hier zitten we in zone 0, geen minnetjes ervoor. Dat zijn de eindpunten. Die we eigenlijk hier laten zien. En voor alle tussenpunten waar we nog links en rechts moeten gaan, laten we toch ook even, als we die commentaar weg doen, laten we een aantal minnetjes zien, naar gelang de zone. En dan krijgt u, als je het zo bekijkt, ziet je het veel duidelijker. Dan ziet je heel duidelijk waar je zit. Als je hier 25 hebt, kun je hier links gaan, dat is dit stuk. En rechts gaan, maar dat zien we niet allemaal. Dat gaat dus verder naar beneden toe. En ook hier moeten we terug eerst links gaan. En daarna rechts gaan. En je ziet mooi de eindpunten die uitgedrukt zijn onder elkaar. En je ziet ook de tussenpunten die nu worden uitgedrukt eigenlijk met een aantal minnetjes. Zodat je een beetje ziet wat er allemaal gebeurd is eigenlijk.
Dus dan moeten we dat hier even, die commentaar, wegdoen. Zo, als we dat nu save en runnen. En we gaan naar de console om te kijken wat er staat. En zie je hier mooi de... Dit is de console.logs van de eindpunten, zijn in blauw. En al de rest zijn de tussenstappen. Zodat je mooi de bon krijgt zoals we weergegeven hebben. We gaan dat misschien eens uitvoeren voor een ander getal. We pakken hier iets groters, 500. Dan gaan we wat krijgen, denk ik. En we voeren dat uit. Zo. En we drukken hier op dit. Dan zie je hier een 500. We krijgen negatief. Nee, nee, ik dacht eerst een negatief getal. 500. Oh, ik heb ergens iets misgedaan, denk ik. Ik heb die zone niet aangepast. Die zone moet dan natuurlijk ook 250 worden. Zo. En dan voeren we dat uit. Dan krijgen we, voilà. Dat gaat tot 1000 ongeveer. En dat zijn natuurlijk zeer veel waardes die we gaan krijgen. Dit is echt een mooi voorbeeld van, ja, hier zie je echt het middelste stuk van 500 met een, met één oproep alles ervoor en één oproep alles erachter. Dit is een mooi voorbeeld van recursie. Wat u vooral hier moet onthouden is dat we hier echt backtracking doen. Op elk punt hebben we twee mogelijkheden. En de oproep zelf, het systeem zelf onthoudt van, ah, ik ben hier op dit niveau al hier geweest. En ik moet later hier verder gaan, hier op die punten verder gaan en nog rechts gaan ook eigenlijk. En dat op elk niveau. Nou, we gaan dan misschien toch eens in de debugger uitvoeren, maar dan niet voor dat groot getal. Eigenlijk hebben we het hier nog staan, waarschijnlijk voor een kleiner getal. Hier, dit hier. En als we even naar de debugger gaan, en we gaan hier op klikken, en we zeggen begin hier met de debugger. We drukken op F5. We gaan nu lijn per lijn gaan uitvoeren. Dan gaan we hier zien dat we alle... We hebben een nieuwe zone hebben we hier. We hebben zone, we hebben getal. We hebben de stak hebben we nu niet hier. Het gaat zonder stak en zonder waarde. We hebben hier de call stak. Dat gaat leuk zijn om te zien. Die lokale veranderlijke hebben we die echt nodig? Nee. Breakpoints ook niet nodig. Dus we gaan vooral hier naar die call stack kijken, waar we hier al ene keer in recursie zitten eigenlijk. En als we nu meerdere keren verder gaan. Dus we gaan hierin, de zone is hier nu gelijk aan 250, 500. En je gaat zien dat hem eerst links gaat gaan, dat hier een nieuwe oproep in de call stack gaat bijkomen. Want hij gaat onthouden dat hem hier op 26 gekomen is. En als we nu hier dieper op ingaan, zo, dan gaan we nu de tweede keer in recursie. En hij onthoudt dat we dat hem al de eerste keer was gekomen naar lijn 26. En nu gaat hem naar lijn 23 gaan verder gaan. En we voeren dat weer al uit. De zone is hier nu duidelijk kleiner, maar 125. En nu gaan we ook eerst hier links gaan. Ik kom hier gewoon een call stack bij. Hij gaat onthouden dat hem hier aan 26 gekomen is. Zo. En onthoudt ook de waardes natuurlijk bij die oproep eigenlijk. En nu is de zone 62 gekomen. Als we die enkele keren uitvoeren, zien we dat de zone altijd kleiner wordt. 7, 3, 2 en 1. En je ziet hoeveel type oproepen dat hij eigenlijk al gedaan heeft. Het is eigenlijk een heel pak eigenlijk. Ik weet niet of hem ook... Hij gaat per keer laten zien waar hij gekomen is. Je kunt er blijkbaar gewoon op klikken. En laat dan ook de waardes dan ook zien. Hé, dat is leuk. Yes. Zo. En hier is de zone gelijk aan 0. Dus hier gaan we in de else het getal gewoon in de console laten zien. Er staat nog niks eigenlijk. Nu gaan we het eerste getal laten zien, dat is 6. We gaan even uitvoeren, zo. En dan gaat die 6 nu in de console laten zien, die verschijnt nu braafjes hier. Voilà, en nu kunt u verder gaan. En nu gaat hij terugkeren op deze plaats van de vorige oproep. Zo, we gaan even terug, hop. En nu is hem hier in de vorige oproep gekomen, met de nieuwe waardes van er juist. Dus deze heeft hij nog onthouden. En we voeren die uit. Hij laat nu in de console braafjes iets zien. En nu gaan we rechts gaan eigenlijk. Maar onthouden dat we later hier nog moeten terugkomen en hier eventueel verder gaan hier.
met dit hier gaan we op lijn 29, gaat hij onthouden. We gaan hier verder in, hij heeft nu onthouden hier op 29. En we zijn hier in een nieuwe oproep en we gaan 8 gaan laten zien, want de zone is 0 geworden. En zo gaat dat maar door, je kunt dat bijna niet volgen niet meer. Alleen zie je die stak hier groeien en kleiner worden. Dus we gaan nog enkele keren verder gaan, 8 laten zien. En zo groeit die stak maar, er zit vrij veel op eigenlijk. Het moet eigenlijk helemaal links afgaan en dan wordt die kleiner eigenlijk. En dan gaan we naar de rechterkant. Even kijken, we zijn al 20, 21 zijn wel echt veel mogelijkheden. 27, 28, 32, 47, we zijn bijna aan de helft. 50. En hij moet nu gaan slinken, nu langzaam maar zeker. Omdat we nu nog rechts moeten gaan eigenlijk. Maar je kunt eigenlijk bijna niet volgen, alleen zie je nu dat op de console al veel uitgedrukt is eigenlijk. Maar we zijn nog niet aan de helft, we zijn nog niet aan 50 gekomen. Dus moeten we nog wat verder laten gaan. Je kunt ook sneller laten verder gaan door altijd zo te doen. Een trackpoint op te zetten en ga verder. Ah, nu zijn we aan 50 gekomen. 52. De stak al te groot blijft. Oké, ik denk dat u genoeg gezien hebt eigenlijk om te weten wat backtracking is. De kern van de zaak is dus dat het systeem op elk niveau zelf bijhoudt waar hij gekomen is. Hij is hier gekomen met de waardes van die verandering op dat moment en dat hem later kan verder gaan naar die oproep eigenlijk. Dank voor uw aandacht.